Jullie hebben elkaar leren kennen op Oerol. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, in 1992 was er voor het eerst Radio Oerol. En ik ging daar naartoe vanuit de VARA om een groep onervaren radiomakers te begeleiden. En wie schetst mijn verbazing? Daar zat een beeldschone dame tussen. Dat was Tanja. En die had wat begeleiding nodig. Dat heb ik graag gegeven natuurlijk. Je hebt het vrijwilligershonk en daar hadden ze een paar kussens neergelegd. En er was één zo'n vrouw die daar achter de bar stond. Die had een briefje erboven geplakt. Knuffelhoek met een pijl eronder zo. En daar hebben we elkaar ook leren kennen. De Oereldom van donderdag was een speciale liefdesdom waarin je advertenties kon plaatsen. En daar heb ik een oproep gedaan voor een kerel. En het werkte. En wat stond er in de oproep? De oproep luidde: een roodharige, elegante struisvogel is op zoek naar prettig gestoorde man tot 40 jaar zonder koortslip en bindingsangst om samen op avontuur te gaan. Nou, wat dit niet echt een date of zo. Het ging allemaal vanzelf. En we hadden gewoon een date van 10 dagen direct. Het is gewoon een rollercoaster ride. En toen ging ik gelijk met haar naar Groningen, waar ze dan woonde. En toen zijn we daar een paar dagen gebleven en het ging allemaal vanzelf. Mijn item bij Radio Oerol was de liefde. En toen gingen we naar het gemeentehuis, want tijdens Oerol was er een stel die ging trouwen. En namens Radio Oerol gingen we dus een boeketje aanbieden. Nou, we hebben verschrikkelijk lol gehad met z'n tweeën. En we staan er bij die trappen en William doet... niet weten dat we daar 3 jaar later zelf zouden staan. Wij hebben op vrijdagochtend om 11:30 bij de Walvis afgesproken om elkaar te ontmoeten. En we hadden allebei het idee zo van, nou oké, we gaan er wel even heen en we zijn wel weer snel terug en dan gaan we gewoon weer het Oerol in. Maar we hebben de hele dag met elkaar doorgebracht en het was klaar. Kun je wat vertellen over Naald en Kraak? Dat is sowieso hier een DJ-duo, maar dus op een gegeven moment is er, ik weet niet meer hoe het ontstaan is, maar we noemden elkaar op een gegeven moment ook Naald en Kraak en dat is een uit de hand gelopen grapje geworden. En ja, we hebben hier ook t-shirts gekocht nu van Naald en Kraak. En, maar het is vooral het is, Naaltje en Kraak. Naaltje en Kraakje. Een soort bijnamen. Naar aanleiding van de DJ-duo hier. Word je dan sneller verliefd op Oerol? Ja, ik denk dat heel veel mensen dat wel worden, ja. Omdat het gewoon een hele romantische droomomgeving is. Je kunt de mensen tegenkomen die je wil. En de muziek helpt daarbij, de voorstellingen geven inspiratie. En dat kan tot iets moois leiden. Omdat je loskomt van je dagelijkse sleuren en beslommeringen, gaan ook je remmingen wat omlaag. Nou, en er is hier genoeg om vrolijk van te worden. En in die omstandigheid word je ook makkelijker verliefd. Sta je er meer open voor. Dus de mensen zijn gewaarschuwd als ze naar Oerol gaan. Er kan van alles gebeuren. En ik zou zeggen, laat het gewoon gebeuren. Want er kan een hoop moois uit voortkomen.